Dag dames en heren, nogmaals welkom hier aan het Veer van Schoonhoven. Het begint later op de avond te worden en langzaam maar zeker begint een beetje kippenvel hier en daar te komen. Maar goed, onze laatste gast die heeft zich goed opgekleed. Marco Oudzoon, hartelijk welkom. Dankjewel. We hadden een drukke vergadering, een Zoom-vergadering zojuist. Nee, wij zoomen niet, want zoomen dat schijnt nog wel lastig te zijn tot daar nog wel eens illegaal op inbreken met pornobeelden. Wij doen alles via team. En daar kan je uitstekend op vergaderen. We hebben de fractievergadering gehad, VVD, voor voorbereiding van de raad. Morgen 38 agendapunten. Dus zo, dat is toch wel een ladertje. Ja, ik vrees van wel. Ja. Okay. Maar goed. Eerder op de avond hadden we Margot Cusé namens muziekvereniging Tavenu over de Prins Bernhard collecte. Die dit jaar digitaal gaat en 100% is voor de deelnemende vereniging. Ja, jij hebt het ook het lont geroken, zullen we maar zeggen. Maar dan namens het Artotheater hier in Schoonhoven. Artotheater nog steeds dicht, neem ik aan? Ja, nog steeds dicht. Nou, even verduidelijken, en dat is voor een hoop mensen altijd soms lastig. Je hebt het Artotheater en dan heb je APL, Arto Post Labore, de toneelvereniging. En daar is de Prins Bernhard actie van. Dus dit is niet zozeer voor het theater, maar voor APL. Maar dat is wel de hoofdhuurder van het theater. Ja, ik zie het dan een beetje altijd als één. Ja, maar daar zit, het is een heel verschillende stichting. Ik kan heel even snel. Ja, tuurlijk. Je bent er nou toch? Inmiddels bijna wel 30 jaar geleden, toen bestond APL, de toneelvereniging, al 45 jaar. Dus het is echt een vereniging die nu al 70, 80 jaar bestaat. Maar die repeteerde altijd, dan boven de Stadse Berg, dan dat komt er nog in de Lopeke Straat hebben ze gezeten. Ze hebben gezeten in het Stadspakhuis daar zo, waar vroeger de bioscoop volgens mij. De bioscoop, klopt. Overal bij mensen thuis lagen de spullen opgeslagen. Toen kwam in, dus ongeveer 30 jaar geleden, het theatertje zoals het nu bestaat. Er was het pakhuis van de hooikaars kwam vrij. En nou, dat vonden ze wel mooi. Maar dan zouden de leden van de toneelvereniging verantwoordelijk zijn voor een gebouw. Nou, dat wil je niet. Nee. Dus het is de Stichting Mini Theater Schoonhoven is in het leven geroepen. Dat is de eigenaar van het gebouw. En daar mag ik ook van in het bestuur zitten. En wij verhuren het aan APL, aan de toneelvereniging. Maar dat zijn 3 uitvoeringen per jaar. Nou, dan krijg je geen theater van van draaien natuurlijk. Nee. Dus verder programmeren we dat met ander toneel, met cabaret, met muziek, van alles. Jullie zullen er vast wel over nagedacht hebben. We zitten natuurlijk in deze periode, hè, dat allemaal dat soort gelegenheden dicht moeten blijven of straks in een beperkte vorm open. Ja. Nou, ik ben niet zo gek lang geleden ook eens een keer op een avond geweest. Nou, die 1,5 meter die zie ik daar niet komen. Nee, we hebben het uitgemeten, we kunnen 12 mensen kwijt. Ja, dat wordt natuurlijk een drama. En de techniek zit naast elkaar. Dus nou ja, hier staan de heren te filmen ook keurig 2 meter uit elkaar. Dus dat gaat niet worden. Nee. En het repeteren zou kunnen voor toneelstukken, maar ja, dan moet toch het theater weer gereinigd worden, want dat wil je ook. Maar goed, dan kun je 2 dingen doen, hè. Dan kun je de zaak afwachten en zeggen van nou, we zien wel hoe het loopt en hoe lang we het financieel rekken tot het moment dat het allemaal weer volgens het normale, het oude normaal is. Of je hakt de knoop door en zegt, jongens, dit gaat hem gewoon niet meer worden. Nee. Nou dat is het laatste wat we ooit zullen doen. Misschien moeten we wachten tot het vaccin er is, dat klopt. Maar we zijn een hele gezonde stichting met genoeg vlees op de botten. Onder andere voor dit soort dingen, weet je. Ik bedoel, je weet nooit van tevoren wat er gaat gebeuren in het leven. Maar gelukkig kunnen we dit uitzingen. Oké. Okay, maar het is niet leuk, voor niemand leuk. Voor de toneelspelers niet leuk, weet je. En, en vooral ook deze actie van de toneelvereniging, de nieuwe manier van collecteren, ja, werkt perfect. Ik heb even gekeken, want Petra Lelieveld is diegene die het bij ons coördineert. Dus al de credits naar haar. Maar de opbrengsten nu toe zijn vele, vele malen hoger dan andere jaren. Het is toch eigenlijk ongelooflijk. Maar Margot Cusé die was wel net zo enthousiast. Ja, ja. We gaan echt niet meer langs de deur, hoor. Ja, maar vergeet niet. Ik heb bijvoorbeeld 91 uit mijn adresboek. Hè, waaronder jou heb ik nog bedankt voor die 100 euro. Ja, graag gedaan. Maar heb ik aangeschreven. Maar ja, ze zien me. Ik doe het ook voor het Reumafonds, weet je wel. Ik doe andere collectes. Ja, ik kan niet elke keer weer aankomen. Dan is ook van dan heb je weer. Kijk het maar. Ja, ja. Dus ik denk dat het eenmalig, 2 misschien, maar ja, ik weet het niet. Nou goed, al wat nu binnenkomt te zien van meegenomen. Geweldig. Mensen reageren zo ook met mailtjes en helemaal goed. Positief. Ja. Nou, over reageren gesproken, wou ik toch nog even met je aankaarten, nu je toch hier bent. We hebben je onlangs gesproken, onder andere over de mogelijkheid van een camper parkeerplaats, ja, hè, mooi, bij het grote parkeerterrein bij de Dika-fabriek.
Ja, we hebben er jarenlang niks van gehoord. Want je hebt in het verleden daar natuurlijk al eens een keer eerdere pogingen toe gedaan om dat zeg maar voor elkaar te krijgen. We zijn nu weer een paar weken verder. Het stof is weer een beetje gezakt. Wat denk je? Hoe schat je je kans in? Ja, nou ja, weet je, uiteindelijk moet het toch een politieke beslissing worden. Want de gemeente, die moet die faciliteiten daar neerzetten en betalen. En dat kunnen ze doen in het kader van toerisme, beter voor de middenstand en noem maar op. Maar ja, dat moeten ze wel willen. En het is nu ook, ik snap, er komt nu zoveel op de gemeente af van de kosten van de corona. Ja, dan is de camperplaats, als ik gewoon reëel ben, niet de grootste prioriteit. Nee. En dat snap ik ook. Wat vond je trouwens van de reacties van de mensen? Ja, in alle kanten op, hè? Ja, positief. Ja, weet je, dat is met alles zo. De ene vindt het geweldig en de andere, als je natuurlijk ook, de camping-eigenaar was er niet heel blij mee. En ja, hij heeft ook recht op een eigen mening en dat kan. Ja. Maar we gaan er gewoon mee door en een lange adem en dan gaat het zeker lukken hoor, Dick. Geen probleem. En gaat het niet over de campers, dan gaat het wel over de windmolens die ons bedreigen. En zo zouden we uren kunnen praten. Nou, die windmolens, ik weet niet of je dat toevallig gelezen hebt. Dan loop ik daar windmolens van 240 meter gewoon bij ons in de achtertuin op plempen. Ja, dat wil je toch niet? Nee. Ik vind dat zo erg. Maar daar gaan we een andere keer nog eens uitgebreid over praten. We gaan nu nog even genieten van deze mooie avond. Ja, heerlijk. Oké. Dankjewel. Jij bedankt.